Dag beste kijkers, beste luisteraars. Mijn naam is John Konzenmulder, jullie host voor dit programma Healing Sound Movement Televisie. En de websites healingsoundmovement.com, worldpeacechild.com en uiteraard duurzaam24.tv. Ik ben hier vandaag bij Mira International en ik ben in gesprek met Robert van Harten. En Robert, jij bent allereerst welkom in deze uitzending. Dankjewel. Begrijp ik het goed dat jullie ook aanwezig zullen zijn bij de Internationaal Therapeutenbeurs? In Apeldoorn. Ja, 12 of 13 oktober. Ja. Wat gaan jullie daar precies doen? Oh, wij hebben hele bijzondere producten voor therapeuten. En misschien wel speciaal voor internationale therapeuten, want daar is het niet verkrijgbaar. Ja. We hebben twee producten, de geurgels en spirituele cosmetica producten. Ja. En de geurgels, dat is toch wel heel bijzonder voor therapeuten die energetisch werken. Kun je iets over zeggen? Wat is een geurgel? Een geurgel is een gel waarin bloemen absoluut en essentiële oliën verwerkt zijn. Ja. En elke geurgel heeft een eigen formule en daarmee een eigen werking. En ja, voor therapeuten zou je kunnen denken aan een werking als ontspanning. Of rust, of vertrouwen. Een therapeut kan natuurlijk ook mensen krijgen die in een dipje zitten. Ja. En dan kan je een hulp bij depressie geven, of iemand die verdriet heeft, kan je een hulp bij verdriet in handen geven. Ja. En vervolgens, terwijl die de geurgel in handen heeft, kan je je therapie uitoefenen, of je therapie geven. En is het gebaseerd op een homeopathische of energetische methode, of een hele eigen methode misschien? Het is energetisch. Ja. Je kan het niet echt vergelijken met anderen, omdat het bijvoorbeeld in Bachbloesem wordt meer homeopathisch gewerkt. Ja. Maar dit zijn pure, hele geconcentreerde bloemen absoluut en essentiële oliën. Om een voorbeeld te geven, in een liter rozen absoluut zitten een miljoen rozen verwerkt. He, dus de power, de kracht die in zo'n gel zit qua bloemenkracht is enorm. Het is een enorme potentie in een klein potje. In een heel klein potje. Ja. Ja. Wat verschillende soorten geurgels zijn er voor therapeutisch gebruik? Individueel of misschien voor groepen zelfs? We hebben meer dan 60 geurgels. Ook verschillende soorten. We hebben geurgels waar ik van zeg, die stellen een waarde voor. Zoals aspiratie of dankbaarheid, vertrouwen, geloof of geloof in je ziel. Je hebt de hulplijn, die helpt, zoals ik al zei, bij verdriet, depressie, maar ook bij autisme en bij drukke kinderen. Ook heel, heel interessant is bij angst, omdat ze ook fobieën, weghalen. Het is een heel breed scala. Een heel breed scala. En dat is ontzettend leuk. Hè? Met die geurgels kan je jezelf leren kennen. En kan je dingen in jezelf ontwikkelen die niet eerder ontwikkeld waren. Het zijn, we zeggen wel eens, af en toe denk je dat het ontwakingsgeurgels zijn. Komen mensen zichzelf wel eens tegen tijdens dat ontwakingsproces? Dat ze tijdens het proces dat ze zichzelf leren kennen ook merken, oh, ik weet helemaal niet of ik hier klaar voor ben. Of dat ze als het ware even over een barrière moeten, maar daarna merken, mijn god, had ik dat maar eerder ervaren. Want er is zoveel nu qua blokkades weg energeet. Ja, het is heel vaak dat als iemand een geurgel beetpakt, dan die geurstraal gaat gelijk werken. Maar wat het eerste naar boven komt is vaak, en bijvoorbeeld of het verdriet, als het over verdriet gaat. En dan moet dat wegvloeien. He, je moet het niet zeggen, oh nee, ik wil het niet. En ik leg de geurgel weg, want dat verdriet is er. Als je hem vasthoudt, dan vloeit dat verdriet weg. He, maar er kan ook een blokkade omhoog komen. Ja. En soms mensen, in het begin voelen ze zich gewoon even niet helemaal goed. Nou, dan moet je het vasthouden. En er zijn een paar geurgels, zoals hulp bij oorlogstrauma en hulp bij karma. Nou, daar moet je... Heel vaak is de eerste wat naar boven komt, dat voel je als negatief. Er zit natuurlijk meer lading op. Heel veel meer lading. Zo'n oorlogstrauma, dat is
Het is dus bijna niet mogelijk om te verwerken. Nou, zo'n geursjaal kan dat in een vrij korte tijd teweeg brengen. Maar het zegt direct eigenlijk al dat het dus werkt. Want op het moment dat je een onderwerp neemt wat zwaarder beladen is, letterlijk lading, emotionele lading. Ja. En er is dus wat meer weerstand of wat meer blokkade, wat energetisch doorheen gewerkt moet worden. Dan is dat eigenlijk al duidelijk dat we dat met dat proces te maken hebben. Dat daadwerkelijk werkt. Ja. Maar dan heb je het over een geurgel. Dat een gel is, was al duidelijk. Dat gaf je een beetje aan wat de inhoud betreft, hoe het geproduceerd wordt. Maar die geur, hoe essentieel is dat? Want mensen houden het vast en het kan soms al werken. Dus De geur is niet essentieel. Ja. Het is echt de energie of de resonantie. Ja. De informatie. De informatie. Ja. De trillingen, de frequentie, hoe je het ook allemaal wil noemen. Dat is waar het om draait. Laten we zeggen, het zijn fijnstoffelijke energieën. Wij zijn psychologisch fijnstoffelijk. Onze gedachten zijn fijnstoffelijk. Ja. Onze gevoelens zijn fijnstoffelijk. Die vallen niet te meten. Wel in onze hersenen, maar dan meet je ze fysiek. Ja. Maar je kan ze niet gewoon meten. En je meet de randactiviteit, maar het proces. Precies. Ja. Dus ze zijn fijnstoffelijk, die energieën van de gel. Maar jij bent ook fijnstoffelijk. En daarom passen ze zo goed bij elkaar. Ja. En als je je gewoon voorstelt, ik zit in deze energie. De energie van de geurgel is van een hogere frequentie. Ja. In de natuurkunde is het ook, een hogere trekt een lagere aan. En zo ga je daar naartoe. En als je hier bent, is je probleem weg. Ja. Van entrainment naar resonantie. En dan resoneer je weer op dezelfde golf. Precies, het is echt resoneren. Het is niet zoveel bijzonders. Hè? Ja. Het is eigenlijk gewoon, je hebt het goede voorbeeld en dat volg je. Het is eigenlijk een dialoog die weer verbinding creëert. Ja. Het is altijd, elk probleem is toch een disharmonie. Ja. En de oplossing is harmonie. Nou, de bloemen, dat zijn de meest harmonieuze creaties in de natuur. Als mensen nu komen en wel voelen dat ze niet gelukkig zijn, niet in harmonie zijn met zichzelf, of gewoon ergens het gevoel hebben, mijn partner zegt dat ik gefrustreerd ben, mijn partner zegt dat ik niet gelukkig ben, maar volgens mij is daar niks van waar. Kunnen zij dan toch iets uitproberen, ervaren en daarna merken, mijn god, als ik dat eerder had geweten, had ik dat maar geweten, ik besef nu pas hoezeer ik me beter had kunnen voelen. Ja. Het zijn echt bij de geurgels die je dichter bij jezelf brengen, dat werkt dan het mooiste. Ja. Vertrouwen brengt je bij jezelf, geloof in jezelf, brengt je nog meer bij jezelf. We hebben er ook een die heet bij jezelf. Ja. Die brengt je nog steeds op een steeds hoger niveau bij jezelf. Maar wat ook heel vaak heel goed werkt, is hulp bij drukke kinderen. Als je niet goed bij jezelf zit, je hoeft helemaal geen druk kind te zijn. Mm-hmm. Je kan 50, 60 zijn. Ja. Maar niet goed bij jezelf zitten, dan helpt drukke kinderen om bij jezelf terecht te komen. Innerlijke rust. Bij jezelf is het altijd rustig. Ja. Wat gaan jullie verder nog meer op de therapeutenbeurs doen? Want we hebben het over geurgels gehad. Maar jullie doen nog veel meer. Ja. Je bedoelt, we presenteren ook de spirituele cosmetica. Ja. Ja. Ik kan er een aantal dingen over zeggen en misschien kan daarna Harriet. Ja, want de expert zit er ook bij op de achtergrond, lieve mensen, maar die komt zo meteen in beeld. Ja. Maar misschien even voor een algemeen beeld. Voor de algemene. Ja. Spirituele cosmetica. Nou ja, de eerste vraag is natuurlijk, waarom heet dat spiritueel cosmetica? Wat is het verschil met gewone cosmetica? Ja. Nou, spiritueel staat voor balans, perfectie, eenheid. Dus het is een holistisch product, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Je kan dat bijvoorbeeld zien, wij hebben een product Aardse Voeten. Dat is een voetencreme. Ja. En daar ga je van aarde. Ja. Dat kan, de meeste mensen kunnen dat voelen. Die vinden het prachtig. Ja. Dan kan je de hele dag lekker staan zonder met veel minder problemen. Maar als we een cosmetica party geven, dan niet iedereen trekt zijn schoenen uit en zijn sokken uit. Ja. Dus ze zeggen, maakt niet uit, smeer het maar ergens op. En iedereen die zo, dan ga ik van aarde. Ja. Dus worden mensen ook aardiger daardoor?
Ja, ik maak een grapje, dan moet je andere informatie hebben. Nee, nee, maar dat hoort natuurlijk wel zo te zijn. Als ze meer gaan. Als iets in harmonie is, ja dat heeft gewoon een vervriendelijkend effect op je. Ja. Harmonie. Van harmonie word je vrolijk vind en vriendelijk. Vind je het leuk dat we wat ervaringen gaan filmen op de internationale therapeutbeurs? Want jullie staan daar met een stand. En als er mensen komen, dan vraagt u netjes even de mensen. Maar ik zou het leuk vinden om ook de impressies te filmen. Dat zou geweldig zijn. Ja. Wij zien dat vaak hè, bij mensen. Vooral met die geurgels, maar met de cosmetica zie je dat meer qua op de huid. Met de geurgels zie je gewoon iemand de gezicht helemaal veranderen. Ja. Soms voelen ze het, maar soms niet. Dan gaat iemand en dan zeg je, voel je wat? Nee. Ja, maar je bent een heel stuk rustiger geworden. Oh ja? Nee, dat merk ik niet. Ja. En is je hoofd nu niet wat stiller? Ja, nee, ik weet het niet. Nee. En uiteindelijk, blijft iemand volhouden. Ja, ik heb helemaal niks gemerkt. Gaat een heel andere persoon weg. Soms valt dat pas later op zijn plek. Zeker, zeker. Heel bijzonder. Ja, ja. Dat is ook als je een geurgel bij je draagt. Hè. Als je beet houdt, kan je voelen wat hij doet. Ja. Maar als hij bij je draagt, dat merk je pas achteraf. Ja, dan gaat hij langzaam het systeem in. Ja. Nou, het bijzondere van zo'n geurgel is, je koopt hem één keer. Ja. Ja. En als je zegt van, nou, hij heeft alles gedaan voor me, nou, dan geef je hem aan iemand anders. Ja. Maar ook als je hem al gebruikt, kan je hem ook iemand anders laten voelen. Ja. Dit is echt een nieuw soort, dit is een nieuwe tijdsproduct. Ja. Je koopt het één keer en net zoals de gloeilamp die nooit kapot gaat. Dit is nou een gloeilamp, een geurgel is een gloeilamp die nooit kapot gaat. Je koopt hem één keer. Oh. En het leuke is ook dat de geur, die blijft bijzonder goed gevangen in de gel. Omdat het zo geconcentreerd is? De gel zelf. Ja. De gel zelf is uit de houtindustrie. En ik heb altijd, dat is me toen verteld door degene die het bij mij introduceerde, zo'n wetenschapper. Ja. Die zegt, ja, het zijn allemaal celletjes en daar zit al die geur in. Ja. En alleen aan de bovenkant gaat dat celletje open en dan komt de geur eruit. Ja. En dan gaat het celletje dicht en dan gaat die van onderen open om de geur van het celletje eronder op te nemen. Mm. En dan gaat die van boven weer open. Nou, een soort torens. Ja. Maar met die geurgels zet je het potje open en over 2 jaar kan je het nog ruiken. Ook die lavendel. Hè? Ja. Nou, wat het mij vertelt is dat de concentratie die wij normaal gesproken ruiken of ervaren, moet duizenden malen groter zijn dan nodig is. Dus uit zo'n geurgel komt een duizendste of een tienduizendste vrij van de geur en toch ruiken we hem goed. Ja, en dat gebundelde energie is informatie. Ja. Ja. Nou, dan ben ik ook even heel benieuwd als je het goed vindt om ook even naar je collega te gaan. Want ik kan er ook iets meer vertellen over de spirituele cosmetica. Ja. Dus ik wil je danken voor dit gesprek. Dankjewel. En we zien je dus bij Internationaal Therapeut. Ja, heel leuk. Dankjewel. Ja. Ja, daar zit je dan ineens. En de gesprekken kunnen volgen. En we gaan gewoon live door hier. Harriet de Spetter, zeg je het goed? En jij werkt intensief samen met Robert en weet heel veel van spirituele cosmetica. Gelijk ook even een vraag, want er is meer cosmetica. En dan ben ik op de hoogte van de niet al te fijne farmacologische ingrediënten bij de slechte zooi. En heel veel mensen worden daar langzaam bewust van. Dat er huidproblemen, maar dat ook in het lichaam terechtkomt. Nou neem ik aan dat dit sowieso een volledig natuurlijk product is. Misschien kun je daar wat over zeggen. Maar inderdaad nog even iets meer nadruk op dat verschil tussen niet alleen cosmetica in brede zin, maar ook zelfs andere natuurlijke cosmetica. Dat spirituele element, kun je daar iets meer over zeggen? Ja, nou inderdaad wat je zegt, sowieso is dit een hele biologische lijn. Ja. Van producten kunnen mensen natuurlijk ook zeggen dat ze natuurlijk zijn. Maar ja, dan kunnen er nog parabenen en allerlei veel stoffen middelen en hulpstoffen van alles in zitten. Dus biologisch is sowieso dan een conditie. Ja. En verder, ja, bijvoorbeeld het aspect van het, wat je zegt, spirituele, is dat hierin
heel, ja, een bewust, we noemen het een bewust product, omdat er een, de toevoeging van de ingrediënten, dat is een, ja, een hele bewuste toevoeging. Er wordt vanaf verschillende kanten, in ieder geval door Mayra, zij is een Colombiaanse sjamaan, zij is de maker van de serie. Ja. Zij kijkt echt op een hele andere manier naar wat de planten, wat de ingrediënten voor eigenschappen hebben en wat ze daarvoor voor bijvoorbeeld je haren of je huid moeten doen. Ja. En dan is er dus ook nog het aspect van dat we er een fractie van de geurgels aan toevoegen. Dus de oliën van de gels, zoals Robert er net over heeft uitgelegd. Ja. Zou ik ook kunnen zeggen, en als ik niet gelijk heb, ja, moet je dat ook even zeggen, dat zij, of jullie in brede zin, er ook informatie op bewustzijn aan toevoegen. Dat het niet proces alleen is, we doen wat ingrediënten van dit en we mixen wat dat. En misschien werkt dat synergistisch zo samen, want dat hebben we ergens uit een tekstboek, dat zal wel zo werken. Mm-hmm. Maar dat het meer een bewuste afstemming, hoe de natuur dat in een holistisch verband uit zichzelf al doet, en dat toepassen in een therapeutisch middel. Ja, dat is het. Het is echt veel meer het, ja, het bewustzijn van de olie en van de ingrediënten toepassen. Zij zit natuurlijk nu tegenover me, maar jij zult daar wel iets over kunnen vertellen. Waar komt dat bewustzijn vandaan? Nou, zij is gewoon vanaf babytje, zij is in de regenwouden van Colombia geboren. En zij is door allerlei andere shamanen getraind. Opgeleid om echt in planten te kunnen kruipen, in de natuur te kunnen kruipen. En zo de totale eigenschappen van planten te leren kennen. Dus als zij naar shampoo kijkt, dan gaat ze kijken naar wat is er aan natuurlijke ingrediënten nodig om een shampoo zo te laten zijn dat hij je haren weer gezond maakt. Hmm. En zo kijkt ze ook naar een conditioner, zo kijkt ze ook naar een huid. Bij ons vind je bijvoorbeeld niet meer dat onderscheid van droog haar, vet haar, droge huid, vette huid. Mayra heeft gekeken, wat is goed voor je haren? Wat is goed voor de huid? Ja, niet de labels die wij er altijd op plakken, maar gewoon al kijken wat is nodig. Al die labels is eigenlijk helemaal niet meer nodig. Ja. Dus, nou, en wij hebben dan bijvoorbeeld nu zelf gemerkt, we ongeveer een jaar lang gebruiken we nu zelf dan de shampoo en de huidverzorging. Nou, wat ik merk is dat je gewoon, velen om ons heen, bijvoorbeeld met je haren, je krijgt gewoon je originele haren weer terug. Mm. Nou, bij vrouwen zeker van een beetje meer mijn leeftijd, dan is het toch dat je, en door verven en door, nou ja, ouder worden, dat de kwaliteit van je haar achteruit gaat. Nou, sinds een jaar of wat, dat ik het gebruik, heb ik gemerkt dat die originele haren, mijn originele krullen van vroeger, dat komt gewoon weer terug. De kapper was ook erg verbaasd, omdat ze zei van... En die werd gelijk klant zelf. we hebben gelijk van alles zitten proberen. Zo van, hé, maar jij wilde toch altijd je haren laten groeien en dat lukte toch nooit? En nu was er zeker zo'n stuk bijgekomen. Zou ik kunnen zeggen dat de producten meer levensvitaliteit toevoegen, of in ieder geval terugbrengen. En al zeker niet afbreken, omdat de spullen die we in de winkel vinden, zeker de niet biologische natuurlijke, dat die alleen maar chemische gifstoffen toevoegen en ondertussen misschien wel wat viezigheid weghalen, maar niet echt gezond voor ons zijn. Nee, echt niet gezond voor ons zijn. Nou, dat was dan even een voorbeeld met de haren, maar dat heb je dus ook met je huid. Mayra zegt, er is geen huid, of zoals nu, dat mensen zo allergisch zijn voor wat dan ook. En zo, dat maken wij vaak mee, dat mensen zeggen, oh nee, ik kan nergens tegen. Ja. Nou, in feite moet je met onze huidverzorging, we hebben bijvoorbeeld een daglotion met komkommertjes, dat is aloe vera komkommersap. Nou, de meest allergische huid, moeten wij eigenlijk hier gewoon mee aan kunnen. Bijvoorbeeld dan in combinatie met de helende zalf erbij of de huid- en massageolie. Ja. Is dat bijzonder? Dus mensen die normaliter zelfs overgevoeligheidsreacties op bepaalde cosmetica zijn nu ook blij, want die zijn uit de brand. Ja. Die kunnen gewoon op deze basis aan de slag. Ja, maar die kunnen we echt helpen. Ja. Welke categorieën heb je? Je noemde net al een paar, maar je hebt cosmetica. Wat doen jullie zo op deze basis? Nou, we hebben
een serie voor het gezicht. Sinds heel kort gezichtsmaskers. Ja. Maar dan gezichtsreiniging, nachtcreme, oogserum. Twee soorten daglotion. En ook een hele bijzondere is een scheerolie. Voor heel fijn voor mannen als je je met een mes scheert. Een bijzonder mooi product. Maar voor vrouwen ook. Oksels, bikinilijn. Je hebt nooit meer last van wondjes en iets. Ja. Dan hebben we natuurlijk haren. Conditioner. Twee soorten shampoo, twee soorten conditioner. Twee soorten bodycremes. Een helende zalf. Dus een klein potje waar je echt huidprobleempjes en eczeem mee te lijf kan. Oh, dat is bijzonder. Dus echt een, niet alleen cosmetica, mm-hmm. niet alleen gezonde of in ieder geval niet erger makende, maar ook een helende informatie toegevoegd aan. Ja. Er zitten onder andere calendula in, lavendel. Echt een hele erg goede verzorger. Ja, want die zie ik wel staan in producten. Ja. En dan denk ik, nou, de rest van de ingrediënten, dan denk ik, nou, dan kun je er nog zoveel gezonde planten in gooien, maar dit gaat geen gezond effect hebben. Nee. Maar dit is dus en neutraal in de zin dat er geen gevaarlijke stoffen in, geen hulpstoffen, geen glansstoffen, vulstoffen. Nee. Volledig natuurlijk, biologisch en de spirituele bewustzijnscomponent. Maar als er ook extra gezondheidsbevorderende elementen en stoffen in zitten, dan kan dat nu ook zijn gang gaan omdat er geen andere chemische vervuilende middelen in zitten. Nee. Ja. Wij hebben van begin af aan gezegd van, nou, dit is een lijn, huidverzorging, je kan voelen dat het geeft de huid haar stem terug. En dat is zo bewust kun je ervan worden. Je kan echt voelen van, ik krijg zo langzamerhand mijn originele vennetje weer terug. Dat is heel bijzonder, want KNO-arts Tomatis, ja, we gaan even off-record hier. Mm-hmm. Tomatis heeft ooit eens gezegd, het oor is niet een specifiek stukje huid, eigenlijk is de huid een specifiek stukje oor. Dus er is iets met de huid en ook met haren overigens, mm-hmm. dat als het ware de wereld van frequenties en trilling kan opvangen. Dus dat is wel interessant dat we als het ware weer terug in resonantie zijn met de oorspronkelijke essentie en de trilling van de stof of een haar. Kunnen jullie even, want dat was even vergeten om te vragen, noemen nog de website waar de producten ook te verkrijgen zijn, te bestellen zijn en waar informatie te vinden is? Nou, op www.spirituelecosmetica.nl. Ja. Daar vind je natuurlijk alles van de cosmetica. En dan heb je, daar is ook een link naar de gels. Ja. En de site voor de gels is www.gelsfor, dat is een viertje dan, for.me. Is ook nog een algemene website voor Mira International of zijn dit de... Ja, als je op www.wierop.nl kijkt, dan vind je daar ook alle links. Ja, dat doen jullie ook, hè? De Wierop van Moeder Scheur, hè? Ja. Heel populair, al jarenlang in de goede winkels. Ja, nou kan ik mij voorstellen dat dit ook een enorm succes is, want ik heb jaren gesprekken gevolgd, nou, dat krijg je als je een partners hebt gehad, met vrouwen die bezig zijn met er mooier uitzien, je lekkerder voelen, maar ondertussen gewoon merken van dat irriteert me of dat doet me pijn als ik een wondje heb, kan niet goed zijn. Dit moet een gat in de markt zijn. Ja, dat is het. Ja. Ja. Wanneer zijn jullie dit gestart? We zijn anderhalf jaar terug ongeveer zijn we ermee gestart. En dit is het resultaat het in zo'n korte tijd? Ja. Okay. Ja. Nou, ik wil je ook vragen, ben je internationaal therapeut, of ik daar aanwezig mag zijn om wat impressies te filmen, wat meningen van mensen. Ik ben heel benieuwd en ik ga inderdaad proberen wat contact in te zetten om het te gaan meten met de Kirlian technologie, waarbij je eigenlijk levende emissies van stoffen, wezens gaat meten. Ja. En dan kunnen we inderdaad een soort voor en na doen. Het is maar goed dat dat niet bij mij gedaan is toen ik die geurgel vertrouwen had, want ik vertrouw erop dat die meters doorgeslagen waren, want dat was in ieder geval mijn ervaring. Ik wil jou danken voor dit gesprek. Jij ook. En Robert ook, die nog aanwezig is. En volgens mij zie ik iemand die nog iets wil toevoegen. Ja. Zo gaat dat met een live-programma. Ja. Welkom Robert. Ja. En dankjewel Harriet. Ik was even wat vergeten. Dat is gewoon erg belangrijk. Ja. Wij zijn bezig om mensen uit te nodigen om onderzoek te doen met om in een onderzoek mee te doen van de geurgels. Ja. Ook van de cosmetica, maar even nu met de geurgels. Ja. We hebben iets bijzonders ontdekt. We hebben een geurgel die, als je het op een pijnplek op je lichaam zet, dat de pijn binnen een minuut weg is. Okay.
Nou, dat willen we natuurlijk graag testen. Ja. En we hebben dat ook getest bij een aantal mensen met fibromyalgie. Ja. En dat zijn mensen, hè, die hebben eigenlijk de hele dag pijn. Ja. En die zeggen dat als je het erop houdt, je kan het er ook op smeren, dat het dan de pijn 24 uur wegblijft. 24 uur? 24 uur. Nee, dat is... Dus wij willen dat graag. Hè, we krijgen allemaal die signalen en we doen dat ook. En we zien dat ook. Maar we willen dat wel in een groter onderzoek doen. Dus iedereen die mee wil doen met fibromyalgie of ander soort pijnproblemen. Om te testen of dit bij iedereen werkt. Dus we doen een oproep en mensen kunnen zich opgeven via de e-mail? Via de e-mail. Onderzoek @ Gels for me. Met die vier met het viertje. Ja, dus 4.me. En dan .nl? Nee, dat mag wel. Komt het ook aan. Ja. Maar de .nl hoeft niet. Ja, ME, okay. Me is een nieuwe toevoeging. Oh, .me. Ja. Het is een website. Gels for me. Ja. Is, okay. Wij hebben ook ruik me. Ja. Ruik u bestaat dan niet, want er is weer een universiteit link waarschijnlijk. Precies. Ik hoop niet dat goed gaat. Ja. Maar oké, dankjewel voor de toevoeging. Ja, dankjewel. Television.